Kijk, het is allemaal welkom in deze nieuwe video van de Smart Cabo Zero. We zijn er ongeveer op punt met een paar zaken doen. Er zijn een paar zaken die we waarschijnlijk nog niet hebben gezien, maar ik heb nu een Glacial Base. En ik ben nu nog bezig met land ontdekken opnieuw. Maar ik heb nog iets anders wat ik nu even wil doen. En als dat gebeurd is, dan. Ga ik gewoon weer verder met het ontdekken. Dan kom ik later terug op waar het deel waar we zaten in de story. Wat ik nu ga doen is, ik heb een Iron Cube gehaald. En we gaan een portal openen. Ik had die portal gewonnen, ik dacht dat ik ga op die Iron Cube halen. En dan kan ik dat doen. Dus wat ik nu moet doen is 50 seconden zwemmen naar daar. En I guess dat jullie dat wel zien, zal zien als we naar daar zijn. Oké, okay, dus ik weet niet of jullie nog herinneren dat we een tijdje geleden een portal hadden gevonden. Die kwam naar een tunnel uit en die tunnel liep dood omdat er ijs in de weg zat. En dat ijs kon opensnijden. En dat is wat ik heb gedaan. Ik heb het opengesneden en hier zijn we in die tunnel. Kan zijn dat jullie die nog herinneren. Nu, ik ben nu dus onderweg naar die portal. Die te activeren, want ik wil ook wel weten hoe die uitkomt. En dan is transport iets gemakkelijker en sneller ook. Een beetje vooruit gaan maken in de story. En er is ook een artefact geweest, Z13. Ik weet niet of ik die heb gezien in een video met jullie. Maar normaal gezien moet dat wel gebeurd zijn. Oké, okay, dus bij mij stond mijn geluid vrij stil. Dus ik heb het even wat luider gezet. Ja. Ik weet dat mijn stem verrukt klinkt, maar dat is altijd dus. Oké, dus we zijn er. Voor degenen die het nog herinneren, goed zo. En hierboven is normaal gezien onze. Hallo. Hier is de lift, die half afgebroken is. We blijven als chic. En dan komen we hierboven. Als we hier dan doorlopen naar deze ruimte, komen we een portal. Nou, wat ik nu wil doen is die portal activeren. Ik ben benieuwd hoe hij naartoe loopt. Ik weet het bij God niet. En dan gaan we dadelijk zien. Ja. Damn. Oh damn, well, fuck, die iceworm. Ik ben benieuwd waar we naartoe gaan. Ik ga ook daar kijken naar de diepte, want dat verklapt meestal veel. Nul. Zitten bovengronds. Ah, ik heb er wel zin. Yeah boy, hier moet ik naartoe komen. Ja, Delta of Omega base, ik weet niet wat dat is. Hier is Spype, ja. Dit is een technische basis. Dus, ik guess dat we hier verder gaan exploren en dan zie ik jullie zelfs als we naar het volgende deel gaan van wat ik zit. Oké, dus we gaan weer verder. Ik heb er een stuk gevonden. Alan had even dit gezegd, maar nu laten spelen. Dus daar kunnen we een keeper af gaan, dat gaan we ook doen. Maar hier is een artefact die ik nog niet denk ontdekt te hebben met in de vorige dingen, dus ik kan die even scannen als ik er eens een heb. Of wel een fossil dit is. Hoewel, wil je ook wel voorkeur.
Wel, ja, dan zien we dit ook weer, want dat heb ik misschien aan de andere kant approached. En er is een artefact die ik moet halen die ik nog niet heb gehad. En SSM. Dus die, yep. Die ga ik sowieso de volgende service nog proberen te clearen. Maar dat weet ik niet of dat gaat lukken. Zo zien we service wel. Hoezee. We gaan weer verder ermee. Officieel. Ik heb dus 8 uur gespendeerd voor mijn save game terug te maken. Welkom. Even wat uitleg. Ik wou verder doen in het weekend. Was de save game weg. Dat is mijn shit. Ik wist nog waar we zaten, dat was wel goed. Ik moest niet naar de video's kijken. Dus ik heb alles opnieuw gedaan op 8 uur tijd voor. We zouden verder kunnen waar we zaten. Dus nu gaan we verder met Artifact NSM. Wat ik denk is, I don't know. Hoe dat raken, I don't know. Maar wat ik wel weet, is dat we er gaan geraken. Eerst gaan we wat eten. En die fevertree is ook meepakken, want dat is ook een goede boel. Zo, Like Robin zegt. Maar ik heb echt slechte verlichting. Zo, dat moet beter zijn. Een beetje een fatsoenlijke verlichting. Dus plan. Ik heb al wat bij. Nu. Door de korte stukken die ik al heb gemaakt, gaat de video al wat langer zijn. Maar. Ja. Werd stilaan altijd dat we verder gingen erbij. Wat we proberen is eerst naar de plaats erbovenop. En dan weet ik nog wel iets wat ik kan doen. En dan gaan we dan doen als er bovenop niks wordt. I guess van time we doen het daar, zo kunnen jullie ook mijn koekjes zien vreten. Cola zien zuipen. Want op mijn online les en ik had geen goesting om. Dan had het niks te doen, dus ben ik cola en koekjes en chips gaan halen. Ik heb dus om eerlijk te zijn begot geen idee om wat voorbij mee gaan uitkomen, service. Ik weet wel dat we op het territorium van de Celestert aan het geraken zijn. Dus ja, dat is wel vrij hard bekaakt. Ik merk dat mijn cam op center staat. Dat is beter. En de Vanguarden. Misschien. Kunnen we er rechtstreeks naartoe gaan? I don't know, ik hoop het. Nu, in alle gevallen, als ik zo zie, is het iets van 500-600 meter diep zijn. En ze kunnen zoals jullie zien 1000. Dus diepte gaat geen probleem zijn, alleen de monsters die erin zijn en een probleem zijn, denk ik. Want ik weet bij God niet waar we gaan stranden. Maar als ik het zo zie, weet ik dat dit ding heel lang is. Dus ik denk dat daar misschien ergens een entrance is. Wat mij ook wel logisch lijkt, omdat er meestal entrances zijn. Yes, entrance. Oh. Ik denk dat ik de entrance heb gevonden. Oh, daar is hem toch. Ik kan hem al zien. Wat is dit? Is dit een fossil scanner? Dat is een miner.
Er is nog altijd diamant tussen zijn boor. Iron Cube is altijd handig. En ik weet al waar we naartoe moeten. Dus dat is een pluspunt, I guess. En ik ben langs de verkeerde kant eruit gekomen, denk ik. Hier, ja. Ik weet waar we naartoe moeten nu. Nu moeten we naar Crystal Nest. Ik ga dadelijk even de conversatie herlezen. Omdat ik zeker wil zijn dat ik... Oh. Ik wil de muziek weg. Music volume op weg. Ik word er echt zot van. Oei. I hope. Maar wel goed, ja. Dus ik weet dat daar is de void. Daar gaan wij niet naartoe. Nu gingen voor de geological data. Nu ging ik dus geen. Helemaal. Daar! Mooi toch. Dit even allemaal lezen. Another site found, but I cannot tell yet. Bla bla bla. The network is indicating more and more people's technology, but images receiving a fragment and repeating, I'm struggling to locate possession. Fragment images, why would that happen? I can only theorize location on deeper shield by reacts. Perhaps large. Yep. Ik weet al waar we naartoe moeten, mensen. We moeten naar de factory base of zoiets. Of fabrication phase. Base. Nou, maakt niet uit. Alleszins, ik weet waar we naartoe moeten. De basis waar we zijn. Een basis die ik heb gevonden waar die kristallen zaten, als jullie dat nog herinneren. Uit een vorige video. Dat is nu de plaats waar we naartoe moeten. En die entrance hoort hier ergens te zijn, zelfs. Aha. Dat is die zwevende rots en daaronder is Margariterbuis. En een beetje verder is een pad. Zo loopt naar de ingang ervan. Dan moeten wij volgen en dan moeten we daar dieper gaan gaan. Wacht, schrijf dat. Nu moet ik alleen dat pad nog vinden, maar waar? Waar, oh waar, dat is de vraag.
Ik weet het niet meer. Op start had ik het gevonden, maar. Ik dacht meer dat daar was. Nah, I don't know. Maar sinds wil ik wel wat dieper moeten. Ja, dus dat vind ik anders. Dus ik me altijd de bak gevraagd. Maak de rietjes nu de kant. Wat is er weg? Wat is er achter hem? Oh my god, die lag al de grond. Dat heb ik nog nooit gezien. Hij heeft dat echt opgedeeld. Nice. More or less living inside the creature's ribcage. Hey, do we want more than shelter? And it meant food. The flesh was starting to rot. The stench was unlike anything I'd ever smelled. As we floated, the temperature dropped, and the rotten meat began to stiffen and freeze. Slowly, almost imperceptibly, the Reaper began to lose buoyancy. We sank a little each day. My sanctuary was becoming my tomb, and I was at the mercy of the currents and the winds. Until one day, I saw a smattering of penguins in the distance. Swimming birds usually mean solid land of some kind. I was lucky. The winds followed their path. Hours later, I saw a blessed sight, an unmoving cloud sitting upon the water. Renewed my spirit as I watched the land get closer and closer. The Reaper slowly sank, but I was no longer worried. When the Reaper finally sank below the water, I was close enough to lazily swim my way to shore. I made a note to come back for the Reaper skull. I didn't ride the beast for 3 weeks to have no proof. Dus nu weten we al wat meer over haar verhaal, over hoe ze hier geraakt is. Dus eigenlijk gewoon een ongeval. Want het is like, we zijn de helft van de wereld overgestoken om hier te raken. Aha, kijk eens waar we zijn. Crystal Caverns, denk ik dat noemt. Dus het is goed dat we hier zijn, want hier moet ik nog naartoe komen. Ik kan voorzorgsmaatregelen nemen en dit ding repareren, want het ding dat hier woont is echt gepret. Voor die wat nog weten. Goed zo. Die wat niet weten. Things are gonna get bloody. De Crystal Caverns. Ik denk dat hier de gevaarlijkste beest van spel zit. Ik weet niet, maar ik scan gewoon voor de dingen na, gewoon. Dit is ook waar het einde van het spel gaat zitten. Wat wij nu moeten doen is dieper gaan. Ik ken de weg hierom niet, dus. Ja. Maar als ik mijn. Oh my god. Oh my god, oh my god. Snel, snel. Als ik mijn Nautica-kennis erbij haal, weet ik dat dieper beter is voor, of meer naar het einde toe. De storyline. Nu één ding. Ik weet dat die Leviathan van thuis niet zo snel naar hier komt, maar nu wil ik weten of hier in zit of niet. Dan weet ik ook alleszins al of ik hier moet oppassen voor mijn leven of niet.
En ik weet ook niet hoeveel dieper dit nog gaat gaan. Ik kan niet dingen. Ik heb zo mijn twijfels of ik hier uit kan stappen of niet. Ik weet mee uit ervaring dat als je zo shit uitstapt wat zo gloeit, meestal ongezond is. Mag ik? Ik denk dat ik dat dan uiteindelijk niet uit kan, omdat mijn temperatuur echt bij 10 stijgt of zo. Ik moet het eigenlijk weten. Hydrothermal vent, dat is niet anders dan die hyperthermal. Oké. Wat ben jij? Jou kan ik niet scannen. Oké. Weird. Maar aangezien dit ding 1000 diep kan, veronderstel ik wel dat wij ook tot een diepte van 900 gaan moeten gaan. Dus ik veronderstel dat we nog dieper moeten gaan en dan ga ik gewoon doorvaren. En ziet hij sensed al shit. Hetgeen is het was wel handig geweest als ik een richting had. Ik weet in de vorige maat was dat ook zo, had je ook een richting, was het ook zo echt endgame shit. Had je zo één grote ruimte wat echt. Maar echt hel was om shit in te vinden, maar. Dus dat was zo één type stuk en dan vond je het geheel. Het was iets gelijk dit, maar. I don't know. Ik wil gewoon niet per se de game echt uitspelen, maar. Want we hebben nog niet alle body components, maar. I mean, we moeten nog altijd. Waar staat alles? Ah ja, die moet ik nog insteken. Kijk, we hebben organs en tissue moeten we nog altijd doen. En ik heb bij God geen idee waar die gaan zijn. Hop, erin. Oh god. Dus ik ga weer wat eten en verder varen, I guess. Oké. I found it. Ik herinner het me weer. Vroeger waren er roze-paarse kristallen en dan had je deze nog. De rode kristallen. Ik kan me alleen. Ik dacht dat ze van waarom dat ze paars gemaakt werden, maar. Ze zijn rood, ja. Dus dit wil zeggen dat we kortbij zijn. I guess. Eclipse plant. Dit is distinctive, wat? En die rode kan ik blijkbaar niet scannen. Dat is gelijk, we moeten nog altijd dieper gaan. En deze kristallen zien echt wel goed uit. I mean. Ja. Heel die guys van. Een players on een worlds hebben dit echt enorm goed gemaakt. Zo. Subnautica 1 was al een banger, maar. Deze Subnautica slaat alles. Ik vind nog altijd persoonlijk 1 beter, maar. Ook qua storyline. Maar ik vind deze er beter uitzien. En een fucking Shadow Leviathan. Fucking hell. Ik moet hier door, ik weet het. Maar niet om veel plaatsen maar te schuilen. Wat was wel gedaan is, vroeger ging de Dragon Leviathan
door alles uit. En dat hebben ze uit de game gehaald nu. Deze Shadow Leviathan. Je hebt niet zomaar door de kristallen uit. Oh, fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. Weg, weg, weg. Oh, fuck. Nog erger. Ja. Ik ben hier er straks nog geweest, per ongeluk. Niet hier, maar. Op het beginniveau waar de paarse kristallen zitten. En dit zijn roze, rode kristallen, echt endgame. Stuff. Maar dat was, ik weet niet hoe de facility eruit ziet. Ik heb nog nooit gezien. Ik heb de binnenkant gezien, ik weet wat er gebeurt, maar. Nooit de buitenkant gezien van de facility, dus ik weet bijvoorbeeld niet waar we aan het zoeken zijn. En of dit is een cirkel, want er waren twee afdalingen. Man. Weird. Ik denk dat we er langs door zijn, eerlijk te zijn, want het loopt dood. Beetje verder varen, koekjes chappen. Ja, hij weet ook dat ik hier ben. Oh, fuck you. Ja, dat is een Shadow of Vive. En als ik die shocker er niet op had gezet, dan was ik hoeren dood. Hé, hey, ik kan die large crystals wel scannen. Laat mij hier maar zitten. Als die bitch mij het last. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Fuck you, bitch. Kom dan. Ik kan daar nog toe. Ik vind het raar dat ik er nergens iets vind. Oh, you motherfucker. Oh. I guess ik kon er... Twee! Godverdomme! Oh! Ja, dan sterf ik maar. Look what I found. Twee van die motherfuckers. Dus de dingen zitten in een... Oké. Okay. Ja, even repareren, dan gaan we kijken. Yes. Wat een gekke facility, kan ik hier scannen? Ik weet dat er iets gebeurt, maar ik kan niks zeggen. Dat wordt echt... damn cool. En hier gaan we een tissue al krijgen volgens mij. Architect scan... Oh, nee. Oké, dus nu moet ik de andere shit nog zoeken. Fuck! Je vraagt me af wat die naast is. Wat ik wel ga doen is een screenshot van de koorts pakken. Hier de koorts.
I mean, bro, ik moet die hebben. Kestrel Caverns. Hup, fotootje gepakt. Ik weet niet, doen we het volgende keer. Ja. Ik denk hierbij gelaten. Nu even op camera gaan zoeken. Naar die shit, maar dan hou ik het. Dan ik weet waar ze zijn en dan. Of kan. Waar naartoe? Oh, neem ik op waar ik naartoe ga. Ja. Dan zie ik u in de volgende video. Yo!